mensen van GamerKNL en welkom terug bij Hardcore Mapmaking. Voordat we gaan beginnen, gaan we slapen. We hebben eindelijk een pet in de vorige episode gekregen. Holy fuck, dat was echt een verdomde zoektocht. In deze episode gaan wij eventjes naar... in de cave. Wij gaan in de cave. Wij hebben veel meer iron nodig, wij hebben veel meer tools nodig. Wij gaan eventjes in de cave vandaag, in deze aflevering. Oké, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, neem maar stone pickaxe mee, vooral ook maar... What the fuck is my iron? Daar is mijn iron pickaxe. Iron pickaxe, zo, iets hout is ook niet verkeerd. Bloempje of niet. Eten, vooral niet te vergeten. En wat ook niet te vergeten is wat kool en wat sticks. Want ik wil niet dat jullie niks kunnen zien. Zo, wij hebben 16... we gaan er iets meer maken. Nee, weet je wat? We nemen gewoon dit kool. We nemen gewoon deze 5 kool mee. We hebben toch hout mee. Dus dan kunnen we zo eventjes sticks... Oh, we hadden daar ook nog hout. Oké, nou. Hebben we nog wat meer toortjes voor jullie. 32 stuks moet genoeg zijn. Wij gaan dus naar die ene cave. En misschien is het handig om ons zwaard ook al mee te nemen. Oh, misschien wel. Dat zijn bones. Dat is een zwaard. Oké. En misschien is het handig om voedsel mee te nemen. Genoeg voedsel. Mochten wij eventjes vast komen te zitten. Dus wij hebben nou genoeg voedsel in onze pocket. En wij gaan diep de cave in op zoek misschien wel naar diamonds. Maar vooral wil ik nou eventjes wat iron zien te krijgen. En dat soort spullen. Dus in de cave waar wij de vorige episode eventjes in waren geweest. Oh mijn god, zijn meerdere mobs gespawnd. Oké, de creeper is dood. Waar de hel kreeg ik die arrow naar me toe? Oké, dit is... Begint hier behoorlijk. Oh, what the heck? Die staat daar veilig. Wat? Die staat er echt zo van. Ha, mij krijg je niet. What the heckless. Maar dat was de vorige keer zo... Nee, dat zijn gewoon weer andere mobs. Oké, maar daarbovenin hier zit iron. Dat heb ik wel gezien. Oh, jongens, die gaan we gewoon weghakken met onze stone pickaxe. Want iron kunnen we weghakken met stone. Gelukkig wel. Anders dan moet je eerst een manier zien te vinden om stone te krijgen. Ik bedoel, om iron te krijgen. En dat zou dan via mineshafts moeten en dat soort dingetjes. Maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk, hè. Coal hebben we... Oeh, nog meer iron. Holy hell, gaan wij vandaag in deze episode zorgen dat we full iron armor kunnen krijgen? Of hoe gaan we het doen? Hoe gaan we het doen, jongens? Ik hoop het wel. Wat ik ook hoop is dat wij... Oké, we hebben genoeg dirt. Zo. Ik hou niet van dat soort dingen. Die zitten me altijd gewoon in de weg. Oké. Nou ja, we houden hier nog eventjes de kool. Want kool is gewoon XP. En weet je, we hebben nog geen XP farm en al die shit dingetjes. Dus wij moeten gewoon eventjes kool zien te krijgen. Niet alleen voor de XP. Ik wil ook dat jullie wat kunnen zien. Dus wij hebben gewoon toortjes nodig. En ik wil natuurlijk ook ons huis goed kunnen verlichten. Ons huis is nog bij lange na niet af. Het moet awesome worden, alles. Overal moet er nog een bouw bij worden gebouwd straks bij de map. Daaromheen moeten er boerderijen komen. Noem het maar op. Zo wil ik de map hebben. Weet je, je gaat straks over één klein jump mapje heen. Maar je moet om je heen allemaal gebouwen zien als het ware. Dat is hetgene wat ik wil. Misschien is het heel hoog gegrepen. In creative mode zou het kunnen. Vanilla mode denk ik ook wel. Hardcore mode een beetje insane. Maar ja, weet je. Why not? Alles is mogelijk. Ik weet dat er net ook kool lag. Maar ik wil eventjes iets dieper eigenlijk. Zodat ik gewoon meer kans heb op iron. Bijvoorbeeld. Nee, maar wij hebben niet al het kool nodig. Want we komen nog wel vaker in deze game. Cave, denk ik. En... Hallo, zombie. Hoe keert het met toe? Oké, er zitten hier nog 2 bulkjes met iron. Dat is best wel lekker. Ik bedoel... Maar... Dat betekent dat wij straks al heel wat iron hebben. We hebben nu al 18 iron. Er is nog geen iron armor of iets. Maar ja. Iets is beter dan niets. Ik hoor hier nog heel veel zombies. En die zitten ongeveer daar zo. Dan hoop ik niet dat ze buiten zijn. Of moet ik naar beneden toe? Mij? Ja, nu kom ik in de buurt. Oké, eens even een torch voor jullie plaatsen. Zo. Kijk, dat zijn caves die wij zoeken. Dat zijn de caves waarin wij willen. Daarom moeten we eventjes een weg naar beneden zien te krijgen.
Kan nog wat tijd gaan kosten, maar volgens mij zie ik dat daar zo een muur zit. Dus we gaan hier heel iets rechtdoor. Dan gaan we nu hier naar beneden graven. Maar ook eerst even een nieuwe torch plaatsen. Oké, op hoop van zegen. Laten we hier niet te veel zombies zitten. Oh mijn god, dit zijn gewoon villager zombies. 2 stuks. Oké, en een creeper. Hey, maar dit is echt zo'n mineshaft gat. Dat zie je vaak bij mineshafts, gewoon zo'n cirkel. Dus het is me opgevallen dat ze heel vaak dicht in de buurt bij mineshaft zitten. Oké, daar komen onze gefights aan. Gefights, zei ik dan al? Wij gaan hier zoveel bones uit proberen te halen. Dat moeten we gewoon doen. Oh, kijk. Aan het eind. Oh, dit loopt gewoon een rondje. Maar we hebben wel weer iron erbij. Wij hebben straks waarschijnlijk genoeg... Nee, ik moet het anders zeggen. Aan het eind moeten wij genoeg hebben om een full iron armor te maken. Wij nemen dit kool nog wel even mee. Want wij hebben nog niet al te veel kool. Ik bedoel, ja, we hebben er 28. Maar je moet even aan denken dat er ook nog heel veel gaan naar torches. Zodat we wat kunnen zien. En ja, het andere deel... geen idee. Geen idee. Andere deel gaat in de oven voor de iron. Ja. Maar ja, zoveel hebben we dan net weer niet nodig. Maar wij willen nog genoeg kunnen verlichten. Net zoals de hele map. Die moet ook nog helemaal verlicht worden straks. Dus ja, dat gaat nog wel wat kool kosten. Daar kwamen we eraan in. Daar gingen we eraan uit. En daar kwamen we weer terug. Dat is het daar zo nog gehad. Met een creeper. Oké. Door you. Kijk. More iron. En more coal. Kool gaan we dikker niet meenemen. Ik bedoel, het is nou rond de 45 of zo. Dat zijn gewoon 120 torches. Wat ik wel meer dan zat vind. Ik bedoel... Nogmaals, we komen hier nog wel een keertje terug. Kijk. Oké, daar zit een... Oh, hele serieus? Dat ding heeft chain armor. Full chain armor. Ah, ja, yeah, nice. Ik heb gewoon... een chain boots. Oké, ik hoor wel eerst even zombies. Zitten die hier of zitten die beneden? Oké, we gaan even deze 2 bulkjes met iron weghakken. Betekent dat we... onze eerste pickaxe zal weer hebben verneukt. Oké. Maar wij hebben genoeg voor een full iron armor. Oké, daar komt hij aan. Oké. Iron is belangrijker dan die zombie. Komt nog wat aan. Nog een zombie. Zit er toch geen zombie spawnen daar, of wel? Maakt ook niet uit. Als het er wel zit, kunnen we dus een XP farm maken. Dus op zich is het niet zo erg dat hij er zit. Oké, mooi. Wij hebben 45 iron. Oh fucking yeah. Dat vind ik een echte oh fucking yeah. Oké, er zit hier helemaal niks. Oh, iron. Oh, iron. We zagen bijna het iron over ons hoofd. En iron is iets waar we nog heel lang plezier van gaan hebben. Ik bedoel, als we een beetje genoeg iron hebben, dan gaan we gewoon hakken via iron pickaxes. Ja, stone pickaxes hebben nu al 51 iron gegeven, dus dat vind ik wel goed. Wat? Ik dacht dat ik lava hoorde. Oh, wacht, we kunnen naar die kant op natuurlijk. Oh, daar zit helemaal niks. Dan gaan we die kant op, want hier zit nog wel wat. Okay, this is scary. En ik hoor geen ene donder hier, geen enkel geluidje. Hallo? Is dit nou het eind van die stomme cave? Oké, nou, dat... Oh, hey, kijk. Als je terugloopt, vind je nog wel eens wat meer iron. We hebben bijna een stack iron. En volgens mij heb je 58 iron nodig voor full iron armor. Maar ja, ik heb al een chestplate, wat al gewoon 8 iron is, heb je nog een 50. En ik weet ook niet of dat helemaal goed is wat ik zeg. Want je hebt voor je boots heb je er 4 nodig. Nee, dat heb je toch veel meer dan 58 nodig. Ik lul maar wat. Voor je boots heb je er 4 nodig, leggings heb je er 6 nodig. Of 7 bedoel ik. Zijn er 11 en voor je hoedje heb je er 5 nodig. Zijn er 16. Het zou 16 en dan voor je chestplate heb je er nog... 8 nodig. Dus in totaal heb je genoeg aan 24 iron.
One fool, I don't know more. En ik heb hier trouwens nog meer iron gevonden in de terugweg. En dat heb ik zelf uitgegraven. Nou, dat is wat niet een hele. Nou ja, ik wou zeggen, dus niet een hele denderende cave. Ik bedoel, ik had gehoopt dat het iets dieper zou lopen en zo. Maar wij hebben wel meer dan een stack iron eruit gekregen. En ja, daar ook wel van. Ik bedoel, gewoon even een stekje iron gehakt met mijn stone pickaxe. Ah, dat mag wel vaker gebeuren. Waar moet ik heen? Het is hier echt heel erg stil in de cave. Ik hoor geen ene flikker. We zijn nu 11, 10,5 minuut bezig. Ik hoor bijna zeggen 11. Dat betekent dat we niet de hele episode in de cave hebben gezeten. Dat is wel goed. Hey. Ik dacht dat ik al het water had uitgezet. Die kant ben ik nog niet op geweest. Dan moeten we straks nog eventjes kijken. Nou, we zitten hier behoorlijk ondiep. Want dat water komt volgens mij allemaal gewoon van boven. Hallo Guus, want het water komt niet vanaf onder. Oké, okay, het is alweer nacht. Dat is minder goed. Even een broodje erbij eten. Oké, we hebben dus genoeg iron. En dat gaan we nu ook even smelten. En dan gaan we een full iron armor maken. Want ja, dat vind ik gewoon cool. Zo, stek erin. Hatse flats. Oké, we gaan slaapje doen. Ah, jongens, slaap lekker. Full iron armor in de pocket. In de pocket. Van niks naar meer dan een stack iron. Zo snel gaat het in de world of Minecraft. Wij gaan nog eventjes een stomme furnace erbij maken. Dat eventjes dubbel zo snel gaat. Dit is een beetje onnodig. Maar ja. Anders moeten we zo lang wachten. Ik wil gewoon snel onze spullen krijgen. In de tussentijd gaan we gewoon eventjes wat brood maken. Bedoel, nou is er best wel heel erg veel klaar op zich. En het mooie is ook, we zitten volgens mij in een spawn region. Waardoor, ook al gaan we weg, de chunks geladen blijven. Hey. Dat is pretty nice, hè? Daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Dat is best wel slim om te doen. Want dan blijft je wheat zo gewoon doorgroeien. Ook al, ja, ben je weg. Ook al ben je in the end of zo. Of ben je in de nether. Je spul blijft doorgroeien. Of tenminste, is dat ook zo in singleplayer? Ik zeg het wel zo mooi. Maar ik vraag me af of het wel zo is in singleplayer. In ieder geval, we hebben weer 10 broodjes erbij. Die houden we in onze inf. Wortelen. Oké, er zijn ook heel veel van klaar. En aardappeltjes zijn er ook heel veel van klaar. Aardappelen hebben we nou wel. Nou beginnen we over te houden aan de aardappelen. Dus nou begint eindelijk de aardappelen ook een beetje als farm te worden. Ja, we krijgen ook rotte aardappelen. Maar ja. Maar volgens mij vullen aardappelen wel weg goed. Eigenlijk zouden ze moeten doen dat eten wat koud is, dat ja, het vult je wel. Maar als jij wat warms eet, dan. Dat is beter of zo. Weet je. Wij kunnen ook niet alleen leven op fruit. Nou, kan wel, volgens mij. Ik heb geen idee eigenlijk. Kunnen we dat? Zitten wel genoeg vitamines en zo in? Ah, misschien zou het lukken. In ieder geval, wij hebben in de tussentijd waarschijnlijk al genoeg gekregen voor bijna een complete armor. En dat klopt ook. Zo. Nou, die boots die gaan uit. Ik bedoel, ik heb wel chain boots. Maar ja, ik ga die mooi niet gebruiken. Want ik zit nou in een full iron package. Oké, en ik vind ook nog wel dat ik een nieuw iron sword mag. Want ja, mijn iron sword is gewoon al over de helft. En. Waar de. Oh, daar is mijn iron pickaxe nog helemaal vol. Dus dat is no problemo. Nou, we hebben nog heel veel iron over. Moet ik eerlijk zeggen. Dat is mooi. Want daar kunnen we straks nog veel meer dingen mee gaan doen. We zijn al 14 minuten bezig. Nou, dat vind ik een goede tijd op zich. Ik bedoel, ik was altijd binnen de 10 en 20 minuten houden. Soms zijn ze bijna 19, soms zijn ze 14, soms zijn ze 13, soms zijn ze 11. Weet je, maakt niet zoveel uit. Zolang ik jullie maar gewoon per dag kan vermaken. Dus jongens, ik zeg bedankt voor het kijken naar deze episode. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doe me een groen duimpje omhoog voor meer. Doei!